Motorola deed het met Dolce & Gabbana, LG doet het nu met Prada. Sexy en hitte namen voor mobiele telefoons spreken natuurlijk veel meer tot de verbeelding dan saaie type nummers. Zeker wanneer het haute couture namen betreft. Dus waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Na de Chocolate en de Shine komt LG nu met de Prada. Zoals je van een Prada mobieltje zou mogen verwachten, ziet deze er heel strak, stijlvol en elegant uit. Zwart, plat en glossy, een enorm scherm waarboven het logo van Prada fonkelt. Dit zijn alle kenmerkende uiterlijkheden van het toestel en ze maken het een feest voor het oog. Naast het feit dat het grote display van het mobieltje heel mooi oogt, heeft het hier een dubbele functie. Het is namelijk tegelijk het keyboard van de telefoon. Dit touchscreen is natuurlijk toch een vooral uit esthetisch oogpunt overwogen feature. Er zit zelfs geen stylus bij de telefoon, omdat dit de cool- en stijlvolheidsfactor van het toestel behoorlijk omlaag zou halen. Toch gaat hier de producent wel lichtelijk de mist in, omdat het vrij lastig is om de knoppen met de vingers te bedienen. Ook zal het scherm snel beduimeld raken met vettige vingerafdrukken. Wanneer je echter een beetje leert werken met de touchscreen en de juiste vingertechnieken onder de knie krijgt, zal je merken dat de Prada qua menu en interface niet tegenvalt. Qua mogelijkheden heb je ook niet te klagen met deze Prada. Alle functionaliteiten die je van een moderne GSM mag verwachten, die zijn aanwezig. Een MP3-speler, een foto- en videocamera, een agenda en Bluetooth zijn namelijk tegenwoordig wel de minste mogelijkheden waarover een mobiel moet beschikken. De Prada voldoet dan ook aan alle standaardverwachtingen zonder hierin over de top te gaan. Het gaat bij deze telefoon immers vooral om stijl en veel minder om een grote geek factor. Dus voor stijlvolle mensen die kicken op een grote naam als Prada en daarvoor best met een onsje minder techniek en gebruikersgemak genoegen willen nemen, daarvoor zal deze telefoon een excellente keuze zijn.